Vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Natuurlijke Hulpbronnen hebben deelgenomen aan een seminar on National Ethnic Policy and Practice for Developing Countries in China. In totaal waren er 61 deelnemers afkomstig uit onder andere Indonesië, Myanmar, Afghanistan, Zimbabwe, Uganda, Bosnië-Herzegovina, Vietnam, Ecuador, Sri Lanka en Palestina. Tijdens het seminar was het geven van kansen aan etnische minderheden en hen uit de achtergestelde positie halen centraal. Het belangrijkste doel dat China op dit moment nastreeft is om in het jaar 2020 alle armoede uit hun land verbannen te hebben. Alle provincies waar de armoede reeds uitgeroeid is, helpen mee aan het realiseren van dit doel. De Surinaamse delegatie maakte een bijzondere indruk tijdens hun presentatie, omdat ondanks een klein bevolkingsaantal er toch sprake is van verschillende etnische groepen. Tijdens de veldbezoeken is duidelijk geworden dat de etnische minderheden doen aan landbouw en handenarbeid. De Chinese markt voorziet in heel veel behoeften, waardoor importeren van producten die zij zelf kunnen produceren zeer beperkt tot zelf onmogelijk is. De deelnemers spreken van een goed georganiseerd seminar en hebben meer inzichten kunnen krijgen op verschillende fronten die in Suriname weer overgedragen kunnen worden.